liep je dus elke week, elke zondag, Frank aan? Nou, wij gingen met de fiets, want wij woonden buiten het dorp, dus dan mag je met de fiets naar de kerk toe. Dan, nou ja, dat hek is dan open en dan parkeer je daar zo, rechts je fiets. Ja, vergeet nooit, gemeente, God ziet de zonde niet door de vingers. God haat de zonde, ook de volkszonde, met een volkomen haat. Zeg, maakt u dat wel eens bang? Ja, jee, wel heftig. Ja, zo was het echt, ja. En de Satan die biedt zijn producten aan op de markt van zijn goddeloos verduisternis en ellende. Ja, het komt voort uit de overtuiging dat, dat er maar een klein aantal mensen in de hemel komt. Het grootste deel gaat verloren. En je moet erachter zien te komen of jij nu bij dat kleine groepje hoort. En dat is niet zo gemakkelijk. Er zijn maar heel weinig, dus het is al een klein clubje dat in de hemel komt. En van dat kleine clubje is nog veel kleiner clubje dat het zeker weet. En daar moet je bij zien te worden. En zolang je dat niet weet, moet je er haast van uitgaan dat je in de hel terechtkomt. Kijk, de een of andere keer ben je daar meer mee bezig. Maar dat is wel iets wat aan je vreet of zo. Maar altijd op de achtergrond. Soms ook op de voorgrond trouwens. Dat is in die zogenaamde vrome periodes. Vind je dat zo, is het zo belangrijk, ben je er zo mee bezig, dat je dan ook denkt van dan ga ik maar 3 keer naar de kerk. Want dat is toch in ieder geval toch nog ietsje meer kans om bekeerd te worden. Terwijl je wist dat het niets eraan bijdroeg. Ja, maar ja, je hoopt het dan toch. En dat zeiden de mensen dan ook, van hoop het dan maar tegen beter weten in. Want je weet nooit of God niet toch een wonder voor je in petto heeft. Een aantal mensen die wij uit de kerk hebben gesproken zeiden van ja, op zich herken ik wel elementen uit het boek, maar we vinden het ook enorm stigmatiserend, want er zijn ook al positieve kanten aan die subcultuur. Ik vind het positief dat het een cultuur is waarin heel veel gedaan wordt voor de naaste dichtbij en ver weg. Ik denk dat dat wel eens onderschat wordt, hè? De offervaardigheid in deze kring, de grote projecten die vanuit de Revozuil worden opgezet, her en der in de wereld om anderen te helpen. De onderlinge band die er is, dat je voor elkaar zorgt. En ook dat traditionalisme heeft natuurlijk ook iets goeds, dat je niet dan met die mee gaat, dan daarmee gaat, dat je wat stabiel in het leven staat. Je wordt er onzeker van als je voortdurend het gevoel hebt dat je verkeerd bezig bent, dat je dingen doet die niet goed zijn en dat je ook niet iets hebt waar je wel trots op kunt zijn. Dat maakt je een heel onzeker iemand en zo'n onzeker iemand ben ik wel geworden. En dat heb ik dus wel geprobeerd te overwinnen, maar dat is allemaal niet nodig geweest.